Er zijn heel veel programma's specifiek voor vrouwen. Ja, maar er is altijd iets raar aan die programma's. Ja, die gaan altijd over hoe vrouwen zichzelf moeten verbeteren. Ja, allee, bijvoorbeeld Extreme Makeover. Hè, daarin leren vrouwen nu dat ze hun lichaam terug strakker krijgen. De perfecte huisvrouw met Tante Kaat over hoe vrouwen beter kunnen kuisen. Ja, of bij de Supernanny over hoe ze beter hun kinderen kunnen opvoeden. Die vrouwenprogramma's leggen altijd het probleem bij de vrouwen. Dat is toch niet plezant om als vrouw naar te kijken? Nee, als wij mannen een mannenprogramma maken, zoals het Men Liberation Front bijvoorbeeld, het MLF, dan leggen wij het probleem ook bij de vrouwen. Ja. Ja, want dat is plezant voor ons om naar te kijken. Ja, dus wat moet een goed vrouwenprogramma doen? Het probleem bij de mannen leggen. De vaardigheden van een man zijn beperkt. Daarom moeten we creatief omspringen met wat ze wel kunnen en vooral graag doen. En schatje, lukt het? Ja, de was is droog. Goed. Hier, ik heb meteen de afwas voor jou. All right. Woehoehoe, afwas! Alle huishoudelijke taken kunnen perfect door jouw ventje uitgevoerd worden. Zonder dat hij er zijn mannelijkheid bij verliest. Zorg er alleen voor dat het uitdagend genoeg blijft. Schatje. Ja? Kijk eens naar al dat aangekookt vet. Dat kleurt jij nooit meer proper. O, jawel. En zo blijft iedereen content, hè? Voilà. Heel flink gedaan, ventje. Alles is een wedstrijd voor mannen. Maak daarom goede afspraken met de buurvrouw. Kom aan, hè. Kom aan, hè. Ramper. Wij vrouwen willen allemaal een stevig, afgetrainde man. En hierbij speelt zijn auto een heel belangrijke rol. Schatje! Ja? Uw auto! Hé, wat? Schatje, mijn auto toch tegen!